Welkom, leuk dat je weer kijkt. We gaan vandaag weer een unboxing doen. Vandaag is het de Death Star Trench Run van Lego. De Trench Run, Death Star Trench Run is een zogenaamd diorama. En een diorama is eigenlijk een... Als je een bepaalde scène uit een film op pauze zet, het beeld bevriest en wat je dan ziet, zeg maar. Dus een gepauzeerde scène uit een film. Deze diorama komt uit Star Wars film A New Hope. Waar Star Wars, en we herkennen het uiteraard, een van de beroemdste scènes uit Star Wars. Luke Skywalker probeert samen met zijn kameraden in de bekende X-Wings... zijn deze, de Death Star op te blazen. We gaan even naar de scène kijken. This is it. Close up formation. Luke Skywalker probeert dus de Death Star op te blazen. Hè. Dus de X-Wings waren in die tijd de superieure starfighters. Ging eigenlijk heel verspoedig tot een aantal TIE Fighters. Dat zijn die zwarte van de Galactische Republiek. De tegenstander, zeg maar. Pas toen hun op het toneel kwamen, verloren ze een paar X-Wings. We gaan even de set openmaken. Kijken wat erin zit. Hier is een stomme doos waar je de doos stuk moet maken om hem open te maken. Zeker erg jammer, hè? Maar ja, daar hebben we het vaker over gehad. Dus we gaan de woordpuntjes indrukken. Dat is niet anders. Kijk dan. Nou. Even kijken wat er in de doos zit. Zakje 1. Gelukkig zit er een lege separator bij. Die had ik nog niet. Dan zakje 3. Wat losse platen. Losse platen. Een boekje. Zakje 6. Zakje 5. Heel veel grijs. Ja. Wat wil je, hè? Dat is een stukje desktop. Zakje 2. Een of ander blokje. En dat gaat hier. Hier. Doe eens leeg. Daar neer. Ga eens even in het boekje kijken. Nou, kijk, hier zie je weer die scène die we net gezien hebben. Jens Kronvold Frederiksen heeft hem ontworpen. Dus, dankjewel, Jens. Je ziet nog stukjes uit de Lucasfilm, hoe ze die scène gemaakt hebben met levensgroot decor. En hoe je gaat beginnen. Ja, ik ben benieuwd. Ik ga er binnenkort aan beginnen. Dan krijgen we uiteraard weer een speedbeeld. Dus dat wordt leuk. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Hè. Ik zit al over de 200 inmiddels. Ik heb nog een half jaar om de 1000 te halen. Ik heb er nog steeds een goed gevoel over. Hè. Dus iedereen, druk even op dat knopje abonneren. Hè, want ik zie heel veel... kijkers die nieuw zijn nog steeds, die geen abonnee zijn, dus kleine moeite, druk even op die knop en blijf altijd op de hoogte. Bedankt en tot de volgende keer.